Gisteren heeft LinkedIn na een jaar testen eindelijk LinkedIn Stories geïntroduceerd. Maar wat zijn LinkedIn Stories en hoe maak je ze? Dat ga ik je uitleggen in deze video. Hoi, mijn naam is Demi en ik help ondernemers met het groeien van hun bedrijf via creatieve video en social media marketing. Ben je nieuw hier? Vergeet je dan niet te abonneren om geen enkele video's meer te missen over social media, video en nog veel meer. Maar nu gaan we het hebben over LinkedIn Stories. LinkedIn Stories zijn in mijn ogen eigenlijk een toevoeging op de al eerder bekende Instagram en Facebook Stories. Ze zien er ook precies hetzelfde uit, alleen heeft LinkedIn meer een zakelijk karakter. En dat is ook precies wat ze willen bereiken met de LinkedIn Stories. Ze willen namelijk dat wanneer jij bijvoorbeeld op weg bent naar een zakelijke afspraak en op een heel mooi bedrijfspand terechtkomt, bijvoorbeeld in het midden van Rotterdam, Shanghai, New York, of waar dan ook, dat je daar dus een story van kan maken om te laten zien: hey, hier ben ik, kijk hoe een mooie locatie dit is. En die story wordt dan gezien binnen jouw netwerk van LinkedIn. LinkedIn Stories kun je vinden door op je telefoon naar de LinkedIn app te gaan. Als je naar je LinkedIn app toe gaat, dan zie je allereerst je eigen overzicht staan met alle bijdragen. Dan zie je bovenin je profielfoto staan met een plusje. En daarnaast zie je allemaal andere rondjes. Nou, dat zijn de stories van anderen. Daar kun je op klikken en die kun je dus bekijken. En daarna kun je hun, als je daar interesse in hebt of de bijdrage interessant vindt of er iets over wilt vragen, kun je hun dus een privéberichtje sturen. Hoe je zelf story maakt is eigenlijk heel erg gemakkelijk. Je klikt op het plusje van de profielfoto bovenin. Vervolgens maak je een foto en dan kun je ervoor kiezen om dit met iedereen te delen en wie je artikel kan zien. Maar bovenin kan je dus ook stickers toevoegen, zoals tip van de dag. Nou, die plaats ik eventjes zo. Ziet er niet uit, maar het is voor een voorbeeldje. En dan heb je ook nog de optie om er tekst bij te zetten. Zoals bijvoorbeeld video maken voor YouTube. Oh. YouTube. Zo. En dan kun je het dus plaatsen door helemaal rechtsonder op artikel delen te klikken. En zodra je dat doet, is je story geplaatst en is deze dus 24 uur zichtbaar voor iedereen in jouw netwerk. Nu je precies weet wat LinkedIn Stories zijn en hoe je deze kan maken, ben ik ontzettend benieuwd of jij ook gebruik gaat maken van deze functie. Laat hieronder in de reacties weten of je wel of niet gebruik gaat maken van deze functie. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doeg!